Ik ben een vader met een zoon aan het schilderen. En aan de ene kant is dat een herinnering aan de manier waarop ik op mijn hals van mijn eigen vader zat. Maar dat zie ik natuurlijk terug in de manier waarop mijn kinderen op mijn nek zitten. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een soort van traditie van Christoffel. Christoffel bracht mensen over de rivier. Op een dag moest hij een kind overzetten. En het kind was zo zwaar als de hele wereld, de last. En bij overzetten bleek het dus Christus te zijn, die hij op zijn schouders had. En dus eigenlijk figuurlijk zeg maar, de last van de hele aarde met zich meedroeg. Ik heb een van de patroonheiligen die ik geschilderd heb voor de zeven kerken, is Gertrudis van Nijvel. Dit is Sint Gertrudis. Gertrudis van Nijvel heet ze officieel. Ze komt in de Gertrudiskerk te hangen. Maar wat mij fascineerde is dat ze op oud werk wordt ze afgebeeld met ratten en muizen. En vaak zie je onder haar kleding een bult zitten in de vorm van een rat of een muis of op haar staf. En dat komt eigenlijk omdat zij de beschermheilige is voor overleden zielen. En die overleden zielen die werden verbeeld door ratten en muizen. Zij is dan ook eigenlijk een soort van Christoffel. Net als Christoffel je hielp met overzetten, is zij, zeg maar, symbolisch zet zij je over van leven naar de dood. Ik ben een eigentijdse kunstenaar en ik heb persoonlijk geen behoefte zeg maar, om heilige beelden te creëren. En ik vind het verhaal van Christus vooral mooi als persoon of als mens. En zo vind ik ook de verhalen van dit waren natuurlijk gewone mensen, want wat is een heilige? Gewone mensen met bijzondere verhalen. En door die bijzondere verhalen weer terug te brengen naar gewone mensen, dat vind ik prachtig. Het leek me zo mooi om iets te maken wat bij die kerk hoorde. En vroeger, heel lang geleden, had je iconen en dat waren de enige afbeeldingen. En die moest je dan gaan bezoeken. Je kon niet op internet of in een boek wat zoeken. Je moest er echt naartoe. En die pelgrimage of die reis er naartoe bepaalde de lading en de manier waarop je er naar keek. En het leek me zo mooi als je nou speciaal een werk had voor een kerk en dat je er daarheen moest en niet geweest is niet gezien. Want ook als je het digitaal ziet, dan is het een hele andere ervaring. En zo kwam ik op het idee om de patroonheilige van die kerk. En die patroonheiligen hebben ook in het alledaagse leven een hele belangrijke rol gehad. Daar wilde ik iets mee doen. Alledaagse naar voren halen en daar een schilderij mee maken. Nou, ik denk zo. Ja. Wat voor doek is dit? Dit is een Maria. Vroeger komt in de Mariakerk. En dat is een moeder met kind dus. En het, een Madonna. En ik herinner me nog toen. Ik zag het bij mijn eigen vrouw, de rust zeg maar, waarin zij een van onze kinderen voedde. En de naar binnen gekeerde blik zeg maar, en toch bezig zijn met dat kind. En de rust van dat kind. Ik dacht van ja, dat zit zo dichtbij bij wat ik bij de traditionele Madonna-zie, waarin je ook ziet dat Maria wordt afgebeeld met een soort wetenschap dat ze Christus in haar handen heeft en dat het kind een leven te gaan heeft en de rust van Christus op dat moment, tenminste bij mooie Madonna's, dat fascineert me. Hemelsblauw. Moedermelk verwelkt niet als een roos, maar laat zijn sporen na in groei. Groei van een kind, van de wind, van ons brood en van de dood. Groei van een stevige, hemelsblauwe band tussen moeder en zoon. Zij die hem voedt, samen met haar zachte toon en hem liefkoost. Een moeder, de grootste troost van een kind.
Als zij naar haar kind in haar armen kijkt, is zij alles, behalve blind. Nou ja, vooral, dit is natuurlijk perfect te zien in de band tussen moeder en kind. Dus ja, daar heb ik eigenlijk mijn inspiratie vandaan gehaald. Wat vind je ervan dat zij een gedicht bij jouw schilderij heeft gemaakt? Nou, buiten het feit dat ik ontzettend vereerd ben dat iemand zich wil laten inspireren door mijn schilderij. Dat vind ik echt heel mooi. Het is een extra laag, een extra verdieping. En door de ogen van een andere kunst, het schrijven. Echt een toevoeging. Heel mooi.